Viv, welkom terug in Nederland. Hoe is het om weer thuis te zijn? Raar. Veel te vroeg eigenlijk. Ja, het hoort erbij. En uiteindelijk blij dat ik nu 3 dagjes thuis krijg. En dan moet ik alweer naar de club. Maar even bijkomen en dan focus op volgend seizoen. Ja, ik moet zeggen, eerder dan verwacht. Maar als je er nu eenmaal bent, is het wel weer erg lekker om mijn familie te zien. Het is nu 2 dagen geleden, die kwartfinale. Heb je het al een beetje kunnen laten bezinken? Nee. Nee, want we hebben natuurlijk ook afgesloten met het team en zo. Dus het is allemaal nog heel vers. En ik denk dat als ik straks thuis kom en ik trek de deur achter me dicht, dat ik dan pas het besef zal hebben. Ja, eigenlijk hele bizarre spelen met bizarre uitslagen natuurlijk. En dan moet je eigenlijk jezelf belonen tegen Amerika. En dat dreunt nog wel even een tijdje na de wedstrijd van Amerika natuurlijk. Omdat je echt de kans had om daarvan te winnen. Ja, ik zat natuurlijk op de bank. Dus dan is het nog spannender eigenlijk. Want je hebt geen enkele controle over. En als je in het veld bent, kan je nergens over nadenken. Dus ja, je zit iedereen aan te moedigen. Zoveel mogelijk te coachen waar kan. En te schreeuwen. Maar ja, het was echt 1000 doden sterven. Zeg je dat zo? Verschrikkelijk. Alles klopte eigenlijk wel bij mezelf natuurlijk aan het begin van het toernooi. En uiteindelijk tegen Amerika ook in het team. En dan is het gewoon echt ontzettend balen dat je via penalties naar huis gaat. Ja, dan heb jij in het voorbijgaan nog je 100ste interland gespeeld. Is er dan ook nog ergens ruimte om daar ook trots op naar terug te kijken? Jawel. En ik denk ook de afgelopen 2 dagen ook natuurlijk alle complimenten die ik vanuit de meiden, vanuit de staf heb gekregen. Wat we als meid, als groep zijnde neer hebben gezet, de eerste wedstrijden. Je gaat gewoon met het Olympisch record naar huis met de meeste goals. Daar mogen we uiteindelijk ook trots op zijn. Daar koop je nu helemaal niks voor. Maar ik denk dat er zeker in de toekomst echt nog wel een beetje...